Human, het filosofisch quintet. Ja, welkom terug bij het filosofisch quintet live vanuit Studio De Smet in Amsterdam op Radio 5. Dit is het derde deel van een drieluik. We hebben de afgelopen weken 3 keer dit filosofisch quintet op de radio gedaan als voorproef van wat ooit wekelijks op die radio zou moeten. Vanavond praten we over het komende mediaoptreden van Willem Holleder in College Tour van de NTR en wat dat dan wel niet te betekenen heeft. Aan tafel zitten de filosofen Lisbeth Noordegraaf, Maarten Doorman en zoals elke keer in dit programma Ad Verbrugge. Klaar voor vragen uit het publiek, want we zijn hier ook tijdens de muziek doorgegaan met het bedenken van vragen. De leden van de filosofische denktank Brandstof, en we zullen ze zo horen, die vragen. Maar we hebben natuurlijk ook vragen van de luisteraars gekregen via Twitter en via onze Twitter-correspondent Mirella van Marcus. Mirella legt aan het begin van het programma al uit welke vraag ze ging voorleggen en wat daar dan nu op gekomen is, gaan we zo horen. Maar eerst even nog 1 keer, Mirella, je vraag. De vraag luidt: wat maakt kwaad zo fascinerend? Right. En wat hebben ze geantwoord? Nou, heel veel. Het begon allereerst ermee dat iemand twitterde van: criminelen maken wij helden om het kwaad wat ook in ons schuilt buiten onszelf te plaatsen. En op die manier maken wij het kwaad draaglijk. Dat heb ik hier ook aan tafel gehoord. En dat de heldenverering geen ethische grenzen meer heeft. Er zijn ook ontzettend veel voorstanders, tegenstanders. Tegenstanders die ook meteen zeggen: ik hoef niks van iemand te weten en ik ga ook niet kijken. Voorstanders die zeggen: zo'n programma moet er wel zijn, want in deze democratie moeten ook deze mensen een podium krijgen. Dan ben ik erop doorgegaan, gevraagd van: wat wil je dan van hem weten? Want wat maakt, waarom ben je dan zo nieuwsgierig daarnaar? Dat vind ik wel weer opvallend. Dan komen er vragen als: wat heb je geleerd van de rechtszaken? Hoe wil je dat mensen je nu zien? En dat geeft mij dan het idee, het lijkt alsof je dan de bad guy, je hoopt dat die zometeen op het podium weer verandert in een good guy. Aha. En Maarten zei aan het begin van: ja, ik wil nog niet meteen over die moraal beginnen, want dat vind ik meer iets voor in een later stadium. Maar dan toch, omdat er zoveel voor- en tegenstanders zijn, vraag ik me wel af, hoe kan de filosofie ons dan helpen om een bepaalde positie in te nemen? Want is het dan immoreel om zo'n programma te maken, of is het immoreel om er überhaupt naar te kijken of met een Holleder op de foto te gaan? Hoe zou de filosofie ons daarbij kunnen helpen om een bepaalde positie in te kunnen nemen? Ik denk de logica van de media zoals ze zijn is volstrekt hypocriet. Het gaat bijna altijd om aantallen kijkers. En als je hier een aantal kijkers mee krijgt, dan gaat het gebeuren. En doet het ene programma het niet, dan doet het andere programma het. En ze zeggen dat er een journalistiek belang is, maar iedereen weet dat dat hypocrisie is. En ze zeggen dat er een ander belang is, een opvoedkundig element. Iedereen weet dat hypocrisie is. Iedereen wil Holleder zien en daarom wordt het uitgezonden. En de excuses worden erbij geleverd in de vorm van argumenten. Hey Maarten, is dat even hypocrisie, is dat geen morele term? Absoluut. Ja. Oké. Okay. Dus, ja. Ja. Nee, maar dat is niet. Nee, maar dat is interessant om over na te denken. Ja. Dus daar ligt voor jou wel iets heel belangrijks. Ja. Nou, dat dus, weet ik niet, maar... Nee, maar daar ligt iets anders zou je dat niet. Nee, absoluut. Je klinkt ook verontwaardigd op een bepaalde. Nou, dat valt mee. Als filosoof ben ik niet snel verontwaardigd. Nee, oké, maar goed, dan toch die term hypocrisie. Wat? De hypocrisie ligt erin dat je pretenties hebt om een aantal dingen te doen die heel mooi lijken. Mensen iets leren, mensen informeren. Terwijl je heel iets anders doet, namelijk geld verdienen of reputatie verdienen. En dat is helemaal niet erg, maar je moet het zo zeggen. Het is wel erg in zoverre dat wij worden natuurlijk steeds meer door die media beheerst. Het is ons belang, daarom praten we er nu ook over, dat die media beter gaan functioneren dan ze nu doen. Ja, oké, maar dan komen we dus. Want is jouw moraal dan eerlijk zijn? Je moet eerlijk zijn. Dus alleen maar Kantiaans om het eerlijk zijn zelf, om de plicht zijn zelf. Of omdat dit nog veel schadelijker gevolgen heeft. Dus die hypocrisie heeft uiteindelijk gevolgen die ons menselijk welzijn betreffen. Maar is dat zo? Want dat je weet toch nog helemaal niet wat de gevolgen zijn. We weten toch nog niet wat er verteld zou gaan worden. Nee, maar even los nu van de Holleder-zaak.
Dus de media heeft een rol waar het gaat om waarheidsvinding. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is heel cruciaal. En die staat natuurlijk onophoudelijk onder druk. En zo verontwaardiging in mij zo ligt die vooral daar. Dat de informatieverschaffing en ook het ons kritisch leren denken en argumenteren en kijken. Dat is iets wat steeds dreigt af te nemen onder het mediageweld van de kijkcijfers. Oké, ja. Ja, ik denk daar denk ik iets anders over. Aan de ene kant zeggen de media dan, en dan kan je zeggen van ja, ze zeggen dat, maar ze doen het niet. Dat is één punt. Of ze hebben andere redenen. Ik geloof wel dat dat klopt, dat ze vooral kijkcijfers willen. Aan de andere kant kan het zo zijn dat de media optreden inderdaad informatief is. Zelfs als de media dat zelf niet willen. Dus wat jij ook daarnet zei, van we moeten nog zien wat er gaat gebeuren. Dus je moet je afvragen vanuit welk perspectief ga ik nu kritisch kijken naar die media. Ga ik gewoon alleen kijken van, komt daar informatie naar boven die ik graag wil, wat ik graag zou willen weten. Dan vind ik, dan kan dat iets, dan kan het zijn om daarmee eens te zijn. Los van wat de intenties van de media zelf zijn. Dus ik denk dat je ook als filosoof kan kijken van, wij kijken vanuit een ander perspectief naar zo'n interview dan de media. En ik denk dat je die verschillende perspectieven kunt hebben. Ik denk wel dat je als filosoof een uitgangspunt moet hebben van, waaruit bekritiseer ik nu dat interview met Holleder. Nou, en dat zijn voor eens. Ons niet de kijkcijfers. En vanuit wat dan? Nou, ik denk dat ik zou het wel interessant vinden als ze dus echt op dat geweld ingaan, op die vrijheid. Want dat is voor mij een vraag die, als ik een gangsterfilm kijk, dan ga je altijd mee van, hoe ver kan je met zo'n persoon meegaan? Wanneer komt voor mij, dan is toch de moraal, wanneer komt voor mij de morele grens? Nou kijk, dan zitten we toch gewoon waar we moeten zitten wat mij betreft, vanaf het begin. Ja, en volgens mij kan zo'n interview, kan die dat wel bij mensen teweeg brengen? Dat je op zoek gaat van, waar zit mijn morele grens? En ik denk dat heel veel mensen weten van, of gevoel hebben van, als er iets met mijn kinderen gebeurt, dan sta ik niet in voor wat ik doe. Dat was bij Holleder niet het geval. Dus daar kan hij niet op terugvallen. Maar heeft hij nu dingen gedaan waarvan wij allemaal zeggen, dat kan niet? Mm-hmm. Of kunnen we zeggen van, nou, gezien de omstandigheden kan het wel. Dus dat gesprek kan een onderzoek zijn naar waar de morele grens van mensen zit. Waar zit jouw morele grens? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat zeker wanneer je dus die context bekijkt van die college, hè, zo'n college tour. Nee, maar waar zit je morele grens? Ja, dat hangt af van, ja, wat bedoel je? Dat hangt af van de situatie waarin je verkeert. Ja, in dit geval dus. Als je in dit geval, nou ja, daar ben ik al helder op geweest. Hij mag voor mij best op televisie komen. Dat is het punt niet. Dan hoop ik dat er een journalist is die hem gewoon kritische vragen stelt en een waarheidsvinding doet. Ja. Hij zou zelfs nog in een college tour kunnen komen wanneer het van een stichtelijk, universitair stichtelijk belang is. Bijvoorbeeld doordat hij ziet dat er iets is gebeurd met hem, daar een begrip van heeft, dat breder kan duiden, zodat het ons een inzicht geeft in hoe je daar terecht komt en in hoe je ook hoe je er eventueel weer uitkomt. Dat zou allemaal kunnen. Ik vermoed dat het daar helemaal niet om zal gaan. Ja. Dus nogmaals, ik heb de uitzending nog niet gezien. Ik vermoed dat het gewoon. Nee, want die moet nog komen. Dus, dat vergeten we de hele tijd. Vrijdag, hè? Nee, daarom. Ja. Maar als dat niet komt, dan hebben wij als filosofen, een reden om kritisch te zijn op die uitzending. Als dat wel komt. Ja, en zeker dus gezien die context waar ik al mee begon. Want dan wordt er toch het risico dat in feite een parasitaire figuur, hè, dus niet zozeer Holleder als persoon, maar de crimineel, die altijd natuurlijk binnen een samenleving die zijn parasitair is, dat hij een bepaalde orde al vooronderstelt. Van een zekere rechtsstaat, waar hij ook weer beroep op kan doen, wanneer hij overigens de Holleder zelf ook, en wanneer hij gesnapt wordt, in de gevangenis zit, maar ook een bepaald soort orde. En met zijn daad ontkent hij de orde waar hij zelf gebruik van maakt. En ik vind niet dat element op de troon moet worden gezet zonder die parasitaire structuur zichtbaar te maken. Ja. We gaan nu het woord aan het publiek geven. Laurens Knoop, waar ben je? Daar ben je. Hier ben ik. Je hebt vragen verzameld van de hier aanwezige mensen. Zeker. En die gaan we nu ook hier op tafel krijgen. Ja. Om het vuurtje hoger te stoken. Ik hoop het. Ja. Zoals we net al in het begin van de uitzending zeiden, proberen wij vragen uit te lokken bij mensen die dicht bij hunzelf liggen.
Die vragen die komen, nou ja, daar is hij dan weer. Toch, we starten de uitzending over de moraal en dat misschien toch even op afstand moet blijven. Hij komt toch via deze kant ook weer, wat zal ik zeggen, midscheeps binnenvaren. Gewoon binnengeslopen. Ja. Dus daar hebben mensen toch ook wel een hoop vragen over. Het gaat natuurlijk over de grenzen. En aan de andere kant ook van ja, wat is nou eigenlijk, waarom is het nou eigenlijk zo interessant? Dus dat zit ook eigenlijk, is ook een rode draad die door alle vragen heen loopt. Nou, interessant is denk ik genoeg. Dat blijkt ook uit de hoeveelheid dingen die erover zijn te zeggen. Dichtbij, de eerste vraag, zal ik dat zo doen? Dat ik hem nu even gooi je maar in de groep. Dan gooi ik hem erin. Helpt Holleder ook niet juist om het kwaad dichter bij ons te krijgen? Nee, volgens mij niet. We komen op hetzelfde punt wat Maarten zo even en waar we ook aan geraakt zijn. Het is de illusie van nabijheid. Het is de illusie van nabijheid waardoor je denkt dat je kunt begrijpen wat er ongeveer in iemand speelt. Zoals je dat bij een film kan hebben. Maar dat is nog volstrekt iets anders dan wanneer het je in levende lijven overkomt. Dus het is een bepaalde, het is het comfort juist van een televisiepersonage. Waarin je een mate van identificatie kan hebben. Of juist een mate van, oh, wat zou ik daar bang voor zijn. Maar dat maskeert volgens mij wat er echt gebeurt. En dat wanneer je dat overkomt, een heel ander type ervaringen oproept. Waarbij het kwaad dus van zijn stekels berooft. Ja, het kwaad wordt op een bepaalde manier, door het in de media te bemiddelen, komt eigenlijk, wordt gevirtualiseerd. En daarmee ergens juist op afstand. En dat zie je ook vaak, dus wanneer mensen persoonlijk iets hebben meegemaakt, dat bijvoorbeeld hun woede ook jegens de dader vele malen groter is dan wanneer ze daar iets van afstand hebben gehoord. Ja, maar je zou je wel kunnen afvragen hier. Hè? Van, ik denk dat het op persoonlijk gebied dat helemaal klopt. Dat als je dan zelf het kwaad meemaakt, dan is het toch heel anders dan het beeld wat je had, het geromantiseerde beeld. Aan de andere kant denk ik wel, en daar zit voor mij ook een interessant vraagstuk. Het kan wel onze grenzen opschuiven van wat wij nog accepteren. Of wanneer we zeggen van nu ga je te ver. Ook als het om juridische termen gaat, die zijn vaak ook niet persoonlijk. Dus ik denk dat het hier ook interessant is, wat doet het verhaal van Holleder met niet persoonlijke systemen, zoals het juridische systeem, zoals de media. Wie krijgt daar aandacht in? Voor het persoonlijke denk ik inderdaad dat het gewoon geromantiseerd is. En gebeurt het in het echt, dan denk je echt niet meer, mijn grens is opgeschoven. Maar kijk je naar de samenleving als geheel, van wat wij accepteren, dan kan daar wel een verschuiving op gaan treden. Dus daar zou wel kunnen dat daar, wat dan hier het kwaad wordt genoemd, dat daar gewoon meer ruimte krijgt. Ja, het zou kunnen, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Hè. Dus als je dan vraagt, komt dat kwaad dichterbij, dan gebeurt waarschijnlijk, zoals jij dat eerder in het gesprek voorspelde, dat Holleder gaat de vriendelijke, enigszins getapte, gezellige Jordanees uithangen. En als hij dat doet, dan kan die één, misschien nog twee keer op televisie, maar dan zijn we toch wel klaar met deze gezellige, getapte Jordanees. Want er zijn daar kennen we er al veel van. Ja, daar kennen we al veel van. Er zijn veel getaptere mensen. Dan hebben we nog een heleboel cabaretiers en andere grappenmakers. Eigenlijk de enige manier waarop je echt succes kan hebben, en als ik nu even als zijn mediaadviseur op mag treden, dat is dat hij toch wel drie keer in het gesprek even een hoektand ontbloot. Ja. Dat maakt hem namelijk veel interessanter en fascinerender. Als hij dat niet doet, is hij weg. Want dan is dat wat Holleder is, bestaat niet meer. Dan heeft hij zichzelf onschadelijk gemaakt. En misschien doet hij dat ook, want dat is verstandig voor de rest van zijn leven. Dit is eigenlijk meer een soort toegangskaartje wat hij nu voor zichzelf regelt. Maar als hij meer mediapunten wil halen, ik weet niet of hij dat wil, maar als hij dat wil, dan is hij gis genoeg om toch net te doen alsof hij misschien ooit nog wel eens iemand een ram gaat verkopen. Of er zijn allerlei formuleringen voor te verzinnen die hij veel snediger neer kan leggen dan ik. Nou, ik begreep net dat hij dat in de uitzending bij Ruud de Wild ook probeerde. Hè? Een soort grap dat hij dus naar een van die jongens toe rende om te doen alsof hij hem een paar beuken wil verkopen. Hij is gis genoeg. Dus hij speelt zijn rol naar behoren. Ja, maar volgens mij gaat deze vraag ook over meer dan over Holleder alleen. En ik denk dat daar, als mensen bezorgd zijn, dat ook de zorg is. Niet zozeer van wat zijn mediastrategie is en van wat er met hem gaat gebeuren. Maar wat brengt deze discussie aan een samenleving? Mm-hmm. Los van of hij nu wel of niet over... Dat is goed, maar probeer dat eens even filosofisch uitleggen. Wat dan? Wat is de angst die we hebben? Wat is de angst? Ik denk dat die angst die hier ook al aan tafel een paar keer is uitgesproken. Van hoe ver ga je? Hoe ver ga je met het uitnodigen van criminelen? Met criminelen een podium te geven? Met die fascinatie ervoor? En ik denk dat daar dan een soort van geruststelling in zit. Namelijk dat in België Michel Martin
enorme problemen heeft gehad toen zij werd vrijgelaten. Dus daar zit duidelijk een grens. Holleder kan geaccepteerd worden. Ik denk dat zij met de beste mediastrategie niet verder was gekomen. Uh-huh. Omdat volgens mij mensen bang zijn van wat het gedeelde, wat voor zover die er nog is, wat de gedeelde moraal is en hoe daar iets mee zou kunnen gebeuren. En dat is wat je vaak in die argumenten terugkomt. En Holleder, die steekt dat aan, maar dat gaat verder dan Holleder volgens mij. Laurens, jij... Ja, ik heb twee vragen die eigenlijk een beetje aansluit ik daarop. Het is een beetje andersom. Maar inderdaad, meerdere keren kwam de vraag terug van ja, wat is dan eigenlijk het verschil tussen Badr Hari of Robert M. Of deze figuur? Is het toch niet een knuffel? Een knuffeltype die eigenlijk het kwaad klein maakt en die het ook op die manier wat dichter bij ons brengt. Gewone volksjongen, het kan ons allemaal overkomen. En op die manier, ja, misschien, en dat is dan ook een andere vraag die ertussen zat, wel het idee van vrijheid versterkt. Ja. Dat laatste is een... Maarten. Vrijheid bij wie? En bij wat? Ja, bij de mensen die bijvoorbeeld naar zo'n college tour gaan kijken. Dus het besef van vrijheid, dat het, omdat het dus dichterbij staat. Maar ik snap het even niet. Laten we eerst even naar die eerste vraag gaan. Ja. Die grens tussen Robert M., Hitler, Gaddafi, ja, natuurlijk staan die er ook bij. Hè, die kon je verwachten. Waar ligt de grens? Wat kunnen jullie daarover zeggen? Iedereen kan komen zolang de kijkcijfers stijgen. En als het niet meteen kan, dan zal het nog een paar jaar duren. Vergeet niet dat toen Big Brother op televisie kwam, iedereen schande sprak. En het onvoorstelbaar vond. En op een gegeven moment gebeurde het toch. En die grenzen schuiven, maar niet zo snel. We hebben net dat programma gehad, dat is afgeblazen, waarin pleegkinderen konden worden weggestemd, min of meer. Ik weet niet precies meer wat de formule was. Maar ze konden hun ouders stemmen, ja, precies, waarin ze terecht wilden komen. En dat ging kennelijk een brug te ver. Dus wachten de media weer. En nu is dit een stap. En zal er steeds opgedrukt worden. Maar die kijkcijferbehoefte is natuurlijk keihard. Ja. Dus wat dat betreft geen immanente grens. Je merkt dat natuurlijk juist vanwege de nadruk op het sensationele en de vernieuwing en het andere ook steeds maar richting het taboe moet bewegen. Hè. Dus de media hebben in zichzelf de neiging om de grens over te gaan. Dus ik zie ook niet een principieel dat zullen we niet doen. Ja. Want op een gegeven moment is de crimineel is een doodnormale zaak geworden. Dus we kunnen misschien weer een stap verder. Wat het vertekenende inderdaad is dat je natuurlijk altijd dan de verslapping of de verzwakking te zien krijgt. Hè? Dat is een bekend verhaal, ook de Kambul was thuis een lieve vader. Nou ja, als je alleen die lieve vader laat zien, dan denk je, goh, ja, het valt eigenlijk toch nog wel mee. Ja. En maar je ziet dus niet de kwaadaardigheid. En wat Maarten zegt, dat moet hij hooguit suggereren, af en toe door een oogopslag of door een tand. Ja, en is dat dan ook de reden waarom we juist Holleder willen omarmen? Nou ja, ik denk, en ik ga even een vrije interpretatie geven van Spheres of Justice van Walzer. Die zegt, je hebt allemaal verschillende sferen in de samenleving en die hebben allemaal hun eigen moraal van wat goed en kwaad is. Mm-hmm. En ik denk dat... Wat verstaat hij onder sferen trouwens? Ja, je hebt bijvoorbeeld economie, gezin, dat soort zaken, juridische systeem. Oké. Okay. Ik denk wat hier bij Holleder gebeurt en wat het verschil is tussen Holleder en Jean-Michel Lemartin, is dat Holleder, die had een privéleven en die opereerde in de criminele sfeer. En met die criminele sfeer denk ik dat de meesten hier weinig te maken hebben. Dus dat is niet een sfeer die ons direct raakt. Michel Lemartin en Dutroux, die opereerde in de privésfeer. Die raakt mensen wel direct, waardoor je daar sneller een oordeel over gaat vellen. En ik heb dat bij in mijn onderzoek naar de financiële wereld ook gezien. Zolang de financiële wereld in de financiële sfeer blijft, is er niets aan de hand. Gaat die de persoonlijke wereld in, dan worden mensen kritisch. Ja. Is dat ook de reden dat die vastgoed zo lang... En dus Holleder, die is gewoon uit de persoonlijke sfeer van mensen gebleven. Ja. En dat maakt hem veel... Niet van iedereen. Maar dat waren mensen die ook connecties hadden in het criminele circuit. Net zoals... Maar dat is niet wat ze bedoelt. Het probleem, hè? Er is geen witte mars, te houden, zeg maar. Nee. Voor het slachtoffer van Holleder. Hoe verschrikkelijk het ook was. Maar slachtoffers zijn niet altijd even gemakkelijk aan het woord. Dat moet ook even gezegd worden. Ja, maar dat heeft ook iets te maken... Nee, maar dit is niet het bagatelliseren van de slachtoffers. Het heeft volgens mij ook alles te maken met het feit dat voor ons het kwetsbare kind...
bij uitstek een soort bijna icoon is van als je daar overheen gaat. Goed media onderwerp. Tenminste, wanneer je al geboren bent. Hè? Want dat is... Het andere is ook toch goed media onderwerp. Weer anders, maar het is een soort beeld van kwetsbaarheid. Ja. Nou, en dat, is, dat merk je zelfs in de gevangenis bestaat een bepaalde moraal. Hè? Degene die kinderen gedood of misbruikt. Dat is een... Jij staat nog steeds... Ja, zeker. Ik heb er nog een paar. Nee, wacht even. Want je zat die vrijheid die laten we nu... Ja? Nee. Of die komt nu. Of die komt nu. Als jullie de vraag kunnen... Als je er wat mee kan, hoor. Maar de vraag is van... Ja, dat kleine kwaad, hè. Want dat zit ook een klein beetje in de toon waarop we er hierover praten. Zou dat dan op een manier nuttig kunnen zijn voor het realiseren van je vrijheid? Maar wacht, het kleine kwaad. Maar wat wacht even. Klein kwaad? Nou ja, ik heb geen klein kwaad gehoord hoor. Vanavond. Nou, de toon zit er af en toe wel een beetje in dat het toch dat het in de comfortzone zit. Dus als je hem maakt tot een kleiner figuur. Even voor de duidelijkheid. Dus het is een behoorlijk groot kwaad. Maar het wordt kleiner door dat Jordaneske. Door het feit dat het best een aardige gast is. Ja. En daardoor wordt het kleiner en lijken we er ons vervolgens mee. Ja, te verzoenen of te kunnen identificeren. Ja. Van, goh, gave gast, die gaat gewoon zijn eigen gang. Die is authentiek, om met Maarten te spreken. Ja. Dus het is geen klein kwaad te zeggen. Nee. Goed. Dus een volgende vraag. Prima. Nou, dan heb ik nog de vraag van, wat in de media verschijnt, is dat niet waar we gewoon met z'n allen behoefte aan hebben? Dus is het niet gewoon automatisch zo, de media is de behoefte? Dus ja, logisch. Wat doe je eraan? Ja, het is eigenlijk een spanningsveld tussen waar behoefte aan is en wat de media tonen. Dat is niet helemaal één op één, gelukkig. Dus er zijn ook nog andere dingen spelen een rol. Precies die dingen hebben we het vanavond over. Dat die behoefte er is, dat is duidelijk. Anders zal het niet worden uitgezonden, want dat weten de media heel erg goed. En die discrepantie is altijd interessant. Wat vinden wij ervan dat het wordt uitgezonden? Ja. Ja, en de behoefte wordt natuurlijk zelf gecreëerd. Dat doet de markt sowieso, dat doet reclame. Dus, en bovendien, omdat het in de publiciteit is, hoef je er ook geen eigen verantwoordelijkheid meer voor te dragen. Hè? Want iedereen doet het. Men kijkt, het is op televisie. Dus het is, what's the problem? Dus juist het feit dat het op het nieuws is en in het nieuws, maakt het bijna tot een zaak waar je geen verantwoordelijkheid voor hoeft te nemen. Want ja, het is oud en niet open. Het is gewoon openbaar. Kijk maar. En bovendien, we kijken toch alleen maar. Het is maar een film. Het is maar een uitzending. Dus we nemen alleen maar het nieuws tot ons, toch? En die hele dimensie van dat nieuws niet iets onschadelijks is. En dat het zien van beelden en het horen van verhalen ook iets in beweging zet. Dat iets doet met mensen. Dat het voor hetzelfde geld een juiste legitimatie wordt van het grote kwaad is eigenlijk niet zo groot. Dat raakt helemaal uit beeld. Maar bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid nu? Is dat dan de verantwoordelijkheid van de media of is het voor ons als kijker? Want wij kunnen natuurlijk ook boycotten. En als iedereen die verantwoordelijkheid zou nemen, wordt er niet gekeken. Zal het ook niet uitgezonden worden. Het is natuurlijk een wisselwerking. Nou, ik vind het wel interessant. Want de media heeft heel vaak ook dat ze beroepsgroepen aan het woord laat die dan een intern debat hebben over moraal of en alleen maar onlangs de advocaten. Ja, en de, maar ze zijn natuurlijk zelf ook een beroepsgroep die ook op die manier, er wordt heel veel gemoraliseerd op de media, maar je kunt ook zeggen, nou misschien... Kijk eens naar binnen. Ja, kijk gewoon naar binnen. En waarom doen wij dit eigenlijk? En wat is dan de gedachte daarachter? En hoezo dient dit de maatschappij? Wat voor idee hebben we daarover? Als ik er nog even één ding, dit is heel cynisch wat ik nu ga doen, maar het is maar de vraag of het heel cynisch is. Je kunt je bij wijze van spreken ook een reclamespotje straks voorstellen met Holleder die een bepaald biermerk propageert. Be cool. Is nee, maar snap, nee, maar even serieus. Jullie snappen zeker wel dat dit mijn bier is. En dan is het niet wat je denkt. En met een knipoog naar. Nee, maar okay, dat ligt heel erg voor de hand. Ik weet zeker dat de reclamemakers zijn geweest. Die hierover nadenken. Die het al hebben bedacht. En van, hey, dat is misschien en als je maar genoeg betaalt, dan... Dan kan het. Zo maar, nu eerst een... Hoe moet je een samenleving duiden, filosofisch duiden, waarin dit gewoon kan? Ja. Het is helemaal niet gek wat ik hier nu roep, want dit is al lang waarschijnlijk bedacht.
Heineken sponsort zelf weer de nieuwe James Bond film. Hè? Dus gaan aan de andere kant zitten voor 45 miljoen, geloof ik. Dus wat dat betreft zit er ook een rare gelijktijdigheid in deze gebeurtenis. Maar nee, het is een soort permanente flirt met die virtualiteit. Dat is met het niet concreet worden, maar voortdurend in beelden en in kortstondige sensaties die toch een weerslag hebben. Want we hebben allemaal het gevoel dat bij een aantal van die recente misdaden, dat jongeren, de lone wolves, heel erg precies in die virtualiteit ook leven. Dus, en dan denk ik, ach ja, ben ik dan ultiem slecht? Nee, ja, het is een soort daad waarin je eigenlijk de gebeurtenis zelf op afstand. Sorry, het is een context waarin die daad zelf volgens mij kleiner wordt gemaakt en minder ingrijpend dan dat die is. Ja, nou, ik denk ook dat het te duiden valt. En daarom is Holleder te vergelijken met een voetbalwedstrijd of wat dan ook. Het creëert ook gewoon een gespreksonderwerp. Ja. Dus het creëert ook, vreemd genoeg, sociale samenhang. Want als je niet naar Holleder gekeken hebt... Nee, maar dat vind ik een goed punt. Als je niet naar Holleder gekeken hebt, dan heb je wat uit te leggen. Maar ik vind die vergelijking met een voetbalwedstrijd mooi, die je nu maakt. Want dat is eigenlijk wat ik eerder ook bedoelde. Je hoeft er niet per se meteen in morele termen naar te kijken. Nee, nee. Je kunt er ook naar kijken als de criticus van een televisieprogramma. En dan spelen ook andere criteria een rol. Esthetische klinkt een beetje gek, maar bijvoorbeeld vormcriteria. Hoe is zo'n programma gemaakt? En als dat geestig is of onverwacht, of een aantal onverwachte perspectieven biedt, een soort tempo heeft, of om allerlei redenen interessant is, dan zou ik daar volkomen vrede mee hebben. Als het goede televisie is, en goed is natuurlijk een ingewikkeld woord hier, maar dan zou ik heel weinig morele problemen, zou ik er geen morele problemen hebben dat hij daar media-aandacht krijgt. Dat is een hoge collateral damage. Maar die vergelijking zegt het tegelijkertijd heel veel. Hè? Want wat je natuurlijk meteen duidelijk maakt is dat we van werkelijkheid spel maken. Ja. Dus het wordt een voetbalwedstrijd. Dat betekent inderdaad dat dit is een soort spel. Wat we aan het spelen zijn. Ja, maar ik denk ook dat vaak het niveau is waarop de media opereren. En dat je moet kijken van, we hebben nog bij media vaak het ideaal van waarheidsvinding. Is dat niet een ideaal wat we los moeten laten als het over media gaat? Ja, kom zeg. Dat zou ik wel heel... Het is een gewaagde these, maar... Nee, maar media gaat ook om spektakel. Daar natuurlijk, gaat het ook gewoon over. Natuurlijk. Maar wat en ik nu? Zeg niet journalistiek, hè. Je kan nog wel journalistiek hebben die er wel naar op zoek. Maar veel media gaat gewoon over spektakel. Nee, maar dat is Guy Debord in de jaren 60, denk ik. Alles wat ooit werkelijk beleefd werd, zei die voorspelde, die zal in de vorm van een spektakel aan ons voorbij trekken. Ja. Nou, dat is wat we nu aan het zien zijn. Ja. Alles wordt een spektakel. Maar de vraag is natuurlijk wel, denk het aan Guy Debord, wat het betekent dat alles een spektakel is geworden. Want wat voor samenleving is dat nog? Ik durf het woord waarheid niet in de mond te nemen, maar jij hebt het al van tafel geveegd. Nou ja, en ik denk ook niet, ik zie daar dus een belangrijkere taak voor de filosoof weggelegd dan voor de media als het gaat om het kritisch bekijken van dat soort programma's. Laurens. Ja, ik denk dat ik een vraag heb die hier wel enigszins op aansluit. Mooi. En Ad heeft het er al een paar keer over gehad en heeft zich daar persoonlijk over uitgesproken. Maar is het ook niet de verontwaardiging die je toch een beetje zo waarneemt, zo over dit optreden in College Tour, heeft dat ook niet te maken met specifiek dat programma? Ja. He, dus ja. Nou ja, we hebben. Ja, wat bedoel je? Alleen dat we ons. Ja, dat het precies daar zit, in dat College Tour. Dat het in die omgeving zit. Dus jij hebt het, Lisbeth, over juist dat we het ook nodig hebben. Ook gewoon het entertainment factor. Hadden we zoveel verontwaardiging gehad als dit SBS, zeg eens wat. Een Peter R. de Vries of een ander soort programma was geweest. Of de wereld draait door. Ja. Wereld draait door. Maakt het uit dat het juist daar zit? Nou, dat is maar de vraag, want Maarten heeft toch een heleboel voorbeelden gegeven van een soort glijdende schaal. Hè? En het gaat van, we glijden maar door, toch? Dus dan maakt het niet uit. Ik bedoel... Maar we hebben wel eerder, ook Maarten natuurlijk wel gezegd, juist het feit dat hij in zo'n context wordt opgevoerd, geeft aan dat ook in de sfeer waarvan je bij je uitstek waarheidsvinding belangrijk zou vinden, universitair, college-achtige omgeving, en een voorbeeldrol in de richting van studenten die zich ontwikkelen, dat uitgerekend daar zo iemand wordt gepositioneerd, zegt heel veel over de macht van media, over... Maar ik wacht even, Laurens, om jou even aan te vullen. Kijk, het punt is natuurlijk dat wat je daar zou verwachten bij SBS6 of RTL of noem het allemaal maar op. Dat voltrekt zich nu zo langzamerhand. Hè, alsof er een dijkdoorbraak is geweest overal. Ja. Ja. Ja, en ik vind Nova College Tour vind ik ook niet...
Ook bij andere gasten. Het is geen kritisch programma. Het is hoogstens infotainment. Als hij bij Nova zou zitten, en daar, dat is wel interessant, want Twan Huis is in principe een zeer kritische interviewer. Als hij bij Nova zou zitten, ik weet niet of hij naar Nova zou gaan. Dat zou ik wel willen weten. Want hoe Twan Huis soms gasten ondervraagt bij Nova, dat kan heel kritisch zijn. Als hij Holleder zo gaat ondervragen bij Nova, zit hij in een andere setting dan bij die college tour. Dus voor mij is bij het probleem van Je noemt de hele tijd Nova, maar het is Nieuwsuur. Nieuwsuur, Nieuwsuur. Je hebt je televisie de deur uitgedaan. Ja, die heb ik de deur uitgedaan. Maar waar ligt dan de grens, zou ik willen weten? Nou, die grens is heel moeilijk te trekken, omdat het woord infotainment is hier heel goed gekozen. Het is en informatie en het is entertainment. Maar het laffe ervan, of het hypocriete, zo je wil, is dat als je zegt van, hey, het geeft een informatie, als nee, maar het is om mensen te amuseren. En ondertussen wordt steeds suggestie gewekt. Hè, het gaat om studenten, het gaat om jonge mensen, iets leren, het gaat om waarheidsvinding. Maar zo gauw je ze erop aanspreken, nee, niks mee te maken, het is amusement. Kijk, en dat is juist zo. Maar Mirella, jij Lisbeth zegt net van, het is vooral een spektakel en het is amusement. Toen moest ik meteen denken, die oude Grieken hadden toch ook het stadion waar dan gesport werd. En het was dan toch ook iets om van te leren, waar wij de civilisatietechnieken van afkeken. Dan denk ik van, ja, misschien is het dit, ik denk dit helemaal niet de plek is voor waarheidsvinding. Maar misschien is het wel een plek waar we wel andere dingen kunnen leren. Zoals we ook doen van voetbal of waar we iets van andere amusementsvormen. Je kijkt het even van de andere kant. Heel positief. Je gooit het helemaal om. Ja, maar het zou beter misschien lachen met Holleder moeten heten. En dan gaat hij misschien nog een beetje zijn best doen om een paar getapte dingen te zeggen. Nou, ik weet niet, het zou kunnen, maar de sfeer bij Nova College Tour wil ik zeggen. Ja, okay, sorry. Nieuwsuur College Tour. Bij Nova College Tour is over het algemeen heel ontspannen. En er wordt af en toe een kritische vraag gesteld. En Twan Huis stapt daar ook uit zijn rol van kritisch interviewen. Dat vind ik er problematisch aan. En daarom denk ik dat we er weinig van gaan leren. Maar we moeten de uitzending nog vaak zien. Het is vaak natuurlijk gewoon een ruimte waar iemand zich als persoon kan presenteren. En het publiek kan vragen stellen. En de vraag is of je nogmaals in die context dan iemand dat podium moet geven. Blijf voor mij. En ik vind Laurens. Ja, maar dan blijven we ons afvragen van die context. Kennelijk is het dus ook een vrij mild programma. Dus je kan misschien dat dan eerder scharen in de SBS6-categorie, als ik het zo even mag noemen. Dus wat is dan de verontwaardiging? Als we die dus even aangenomen dat die er is, maar dat lijkt me zo. Hè? Iedereen heeft het erover. Waar zit het hem? Maar even een schepje daar bovenop. Dus, waar Ad, van waar dan die verontwaardiging? Nou, kijk, even voor de duidelijkheid. Volgens mij hebben wij het hele uur hiervoor ook al duidelijk gemaakt dat dit natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. Dat inderdaad dat College Tour ook al lang die kant op beweegt. Ik bedoel, het is niet iets wat in die zin een trendbreuk is. Nee, het ligt in het verlengde van het is van Big Brother. Ontwikkelingen die je binnen de media ziet. En in dat opzicht, we worden nu denk ik geconfronteerd met iets waar we die principiële vragen over moeten stellen. Dat zijn we met elkaar aan het doen. Maar dan is toch, kijk, iedereen probeert hier de hele tijd de grote woorden te vermijden. Maar als je dan te maken hebt met, en dan mag iedereen ook nu gelijk gaan protesteren, als je dan te maken hebt met een werkelijkheid die steeds meer als een soort spel tevoorschijn wordt getoverd en als een spel wordt gepresenteerd, dan verzuipt toch de waarheid? Ja, en ik denk die verzuipt of die krijgen we eendimensionaal te zien. We krijgen Holleder daar waarschijnlijk te zien, zoals we heel veel gasten te zien krijgen die daar zijn, als persoonlijk. En de interessante morele vragen komen als je conflict tussen die werelden krijgt. Als hij echt gaat vertellen waarom of waarom niet die bepaalde zaken heeft gedaan in dat criminele milieu. Dus je krijgt wel een waarheid, maar het is één kant van de waarheid. En niet, het zijn geen meerdere kanten van de waarheid, terwijl dat wel gepretendeerd wordt. Nou, omdat je weet het nog niet, want nogmaals, het moet nog plaatsvinden. Ja. En we sporen ze nu aan om het iets kritischer aan te pakken dan ze zich tot nu toe hebben voorgenomen. Maar de kans is inderdaad heel groot dat dat allemaal niet gebeurt. In begin kan het een ongelooflijk interessant programma zijn. Waren het niet dat je natuurlijk een gesprekspartner hebt die wel een getapte jongen is, maar van ik niet verwacht dat hij in staat is tot enige abstrahering van zijn eigen positie. Maar de waarheid verzuipt. Ik zit liever met de mensen hier aan tafel te praten dan met Holleder. Dus als we teruggaan naar wil je met hem op de foto, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Nou, ik ga als ik toch met iemand op, liever met jullie dan met Holleder. Want hier kunnen we gesprek voeren. Met Holleder kun je dat niet voeren. Nee, want kijk, ik vind de waarheid verzuipt. Ja.
Dat, en ik vind het ongelukkig dat Lisbeth zegt van nou, meer kanten van de waarheid. Wat volgens mij heel belangrijk is, is dat helder moet zijn. En dat zou ook in zo'n context helder moeten zijn. Dat dit gewoon niet deugt. Dat het slecht is. Ja. Dat het parasitair is. Dat het niet kan. En dat je op zo'n spoor dus een samenleving te gronden ligt. Dat het helemaal niet heroïs is. En dus dat juist iets zichtbaar wordt van, ja, van het kleine. In plaats van het grootste, ja, wat nu wordt gesuggereerd. Ja. En dat misschien gebeurt dat, maar ik ga er niet van uit. Hey, ik wil nog ik ga kiezen voor Laurens met een laatste vraag en een heel kort antwoord. Dan. Ja, zou het dan uitmaken of Holleder ook berouw toont in die uitzending? Nou, berouw is op zichzelf prima, maar wel met een verhaal waar we wat aan hebben. Anders wordt het sentiment. Dus het gaat om dat je een duiding wil. Waarin jonge mensen zeggen: oh ja, god, het is ook eigenlijk niks. En die films, zijn eigenlijk ook. Ja, die man heeft iets meegemaakt. Die maakt me duidelijk hoe klein het eigenlijk is. Hoe laag, hoe mensen elkaar verraden. Hoe vrienden elkaar kwijtraken. Hoe, weet je, dus dat er een beeld geschetst wordt. Wat veel meer de rauwheid van die realiteit zichtbaar maakt. Het onnobele karakter ervan. Jij krijgt de laatste minuut. Ja, die ga ik dan met een filosoof invullen. Ja, mooi, want dat wilde ik je vragen. Ik denk dat hier mooi de link te leggen valt met Mill, die het over het populisme heeft. En die zegt, bij het populisme gaat het erover niet dat de onwaarheid verteld wordt, maar dat er maar een heel klein stukje getoond wordt. En dat is wat precies vaak bij dit soort uitzendingen gebeurt. Er wordt een heel klein stukje getoond. En niet het hele verhaal met alle spanningen erin. John Stuart Mill. John Stuart Mill. On Liberty. Ja. Die haal je er nu heel mooi bij. Het zou mooi zijn als die ook op tafel lag daar dan. Ja, opsturen. Tijdens die uitzending. Ik moet op de een of andere manier denken, ik had het al eerder kunnen noemen, aan die een of andere uitspraak van Jim Morrison van The Doors. Die als ambitie uitspraak dat aan het einde van je leven je geleefd moet kunnen hebben, zodat van je leven een film kan worden gemaakt. Pure esthetische categorie. Het lijkt alsof we hier in de ultieme consequentie van dat soort heroïek belanden. Dat, een korte vraag nog aan jullie allemaal. En dan mogen we alleen maar ja of nee. Je weet al wat de vraag gaat worden, neem ik aan. Weet jij wat? Doe maar mee. Je gaat vast weer vragen of we op de foto gaan. Nee. Lisbeth, ga je kijken of niet? Nee. Maarten? Via uitzending gemist. Mirella? Absoluut wel. Ad? Als het uitkomt. Ja. En ik? Niet. Ik kijk ook. En ook mensen in de zaal, jullie mogen allemaal heel hard. Nee, niet vingers omhoog, want het is radio. Vingers zien we niet. Iedereen denkt tegenwoordig dat alles televisie is. Maar we kunnen het wel even vermelden. Nee, wacht even. Wie ja, wie nee. En dan roepen. Ja. 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 En wie nee? Nee. Het ja was toch echt iets harder. Dit was het Filosofisch Quintet. Het programma van Human, VPRO en Brandstof. En ik dank de Joodse Omroep die haar zendtijd vanavond aan Human ter beschikking heeft gesteld. Dankjewel Lisbeth Noordegraaf Elens, Maarten Doorman, Gawie Keijzer, Mirella van Marcus, Laurens Knoop en Maria Janssens van Brandstof. En natuurlijk het publiek en u, luisteraars. En mijn speciale dank aan Ad Verbrugge. Dit was het laatste deel van een drieluik. We mochten 3 keer een filosofisch quintet op de radio maken. En het is ons zeer bevallen. Dus ik hoop ook dat het een wekelijkse traditie kan worden. Sneller dan verwacht.